En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. De coronabesmettingscijfers lopen weer op. Aan bezoekers van de markt in Wijchen de vraag, wat moet er nu gebeuren? Dat is eigenlijk niet veel goed, dat het weer de verkeerde kant op gaat. Ik vind het slecht. Rutte was opzocht. Weer met mondkapje, de winkel in en zo, en dat vind ik helemaal niks. En het is niet mijn schuld, want ik ben gevaccineerd. Maar wat worden de maatregelen, denkt u? Wat moeten we weer gaan doen? Ja, ik denk weer mondkapjes en afstand weer. Hè. Ja. Dat minimaal al mee te beginnen. Ik verwacht weer mondkapjes, weer 1,5 meter. Ja, het ziet er niet goed uit. Ja, de mondkapjes komen hoogwaarschijnlijk weer terug. Ja, die 1,5 meter is nu eigenlijk ook nog wel, dus daar verandert eigenlijk niet veel aan. Dus ja, ik denk alleen het mondkapje. Ja. Zullen wel weer mondkapjes komen? Wat voorzichtiger met voetbalwedstrijden, voorzichtiger met van alles en nog wat. En daar kan ik het goed mee redden hoor. Afstand houden en mondkapjes. Dan moeten we in feite nu al afstand houden hier. Hè? Ja. Niet meer naar de horeca kunnen, straks misschien, eventueel. Ik hoop dat het niet zo is, maar we zullen het zien. Het breekt weer los, denk ik, heb ik het idee. Dat hoop ik nog niet. Nee. Dat moet nog een beetje blijven. Die mensen die hebben al klappers had gehad. Ja. Dus... Die zijn er van afhankelijk dat ze open kunnen blijven. Liever niet, maar wat moet. Wat moet, dat moet. Vaccineren, veel verstandiger. Het probleem vind ik dat er nog heel veel mensen niet gevaccineerd zijn. Dat is het probleem. Er zijn er bijna 2 miljoen, heb ik gehoord. Dus ja, ik denk eerst dat we daar eens naar moeten kijken. Vind ik wel erg dat ze dat niet doen. Maar ja, het is hun vrije keus eigenlijk. Maar wij moeten ervoor opdraaien. Ja. Ze willen per se niet ingaan worden. En maar ze nemen wel de plaats in van de gereguliere zorg. Ja. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ja. Als overheid hadden ze dat moeten verplichten. Dan was je overal vanaf geweest. Ja, maar het is aantasting van je vrijheid. Ja, het is allemaal aantasting, maar hier schiet je ook niks mee op. Ik vind dat heel, dat vind ik goed. Ja. Er moet wat gebeuren, anders krijgt de zorg het veel te druk. Maar als het niet anders kan, dan moet het een plicht worden, ja, denk ik. Ja, toch ja, wel. Ja. Er zijn zoveel mensen die dat problemen mee hebben. Ja. En ik heb er ook problemen mee, denk ik. En ik denk dat het een plicht moet worden. We willen toch iets moeten doen? Dus kom je weer terug in het oude en dan gaan ze de boel weer sluiten. En dan mag je weer niet op een terrasje zitten. Ja. Ja. Als ze het nu niet doen, ik denk dat ze het dan ook niet doen. Nee, die zijn gewoon zo dolgedraaid van we doen het niet, dan doen ze het niet. Nee. We zijn vroeger allemaal ingeënt tegen DKTP-spuiten en dat ging allemaal gewoon automatisch. Dus waar die zorg vanaf komt, ik weet het niet. Misschien verkeerde informatie. Ga je alsjeblieft vaccineren. Het is heel hard nodig. Het is veilig. Ook voor de medemens. Ja, voor de medemens. Zeker. Laat je alsjeblieft vaccineren. Dan help je elkaar. We zijn bang dat het nare dingen oplevert in de toekomst. Dan moeten ze goed informeren en goed luisteren naar de tv. Hoeveel mensen zijn er ziek geworden van de spuit? Je hebt nog niemand gehoord die ziek was. En we hebben het zelf ook gehad. Ik voelde nog minder als ik griep prik. Dus dat valt reuze mee. Begin deze maand overleed horeca-uitbater en bekende Wijchenaar Geert Sanders senior. Nu gaan er stemmen op om hem te eren met een standbeeld. Voor mij mag het. Ik heb verder geen connecties met Geert Sanders. Hij heeft veel voor Wijchen gedaan. En als men het belangrijk vindt, dan zeg ik ja. Je vindt het best? Dan vind ik het best. Ik vind het leuk. Oh ja, daar ben ik getrouwd. En dat is mijn man die overleden was. De begrafenis gehouden, ja. Die mag hij wel hebben, ja? Geert. Jawel. Leuk. Maar er zijn meer bekende Wijchenaren. Dan ja, wordt het helemaal... Maar Geert is toch wel een apart... Leuke man, vriendelijke man, alles komt altijd bij hem. Nee, die mag wel een standbeeld hebben voor mij. Zo kun je direct wel heel wie vol standbeelden zetten, want er zijn denk ik nog wel meer redelijk belangrijke personen. Ik vind Geert Sanders een geweldige vent, ik heb gezellig met hem gekletst altijd. En ja, een standbeeld vind ik een beetje te veel van het goede. Maar ze doen, ik vind het prima, maar voor mij hoeft het niet. Ik vind het een goede zaak.
Ja, dat is een initiatief geweest van uiteindelijk Twan van Bronckhorst. En ik geloof dat Herms heeft het nu overgenomen, Leo Herms. Maar ik denk wel dat dat moet. Het is een markante man geweest, dus daar moeten ze een standbeeld voor oprichten. Het was een goede man, maar ik vind om voor iedereen een standbeeld te maken, is ook een beetje overdreven eigenlijk. Ja.